Tegenwoordig kan ik mij redelijk goed ontspannen. En waar ik mij heel goed mee kan ontspannen, dat is dansen en lachen. Seks werkt ook goed. Lachen tijdens de seks nog beter. Iemand uitlachen tijdens de seks is helemaal ontspannend. Maar niets, dames en heren, niets gaat boven gooien met dingen. Bij ons thuis stond er aan de achterdeur altijd een grote stapel borden klaar om, voor als er iemand over zijn toeren was. En dat werkte, hè. Niemand bij ons thuis had stress. Maar ja, wij gooiden echt wel met alles, hè. En op den duur liep het uit de hand, want op het eind begon onze Ken met mij te gooien. En sorry, dwergwerpen, ik doe er niet meer aan mee. Nou, het is wel ontspannend. Allee, zeker voor onze Ken. Maar kennen jullie dat? Als je het gevoel hebt dat er 27 schuiven tegelijkertijd in je kop openstaan. Hè? En de meeste van die schuiven zitten dan nog vol van dat grief dat je niet opgeruimd krijgt. Ik heb zelfs een paar van die volle schuiven gewoon dicht gedaan en op slot gedaan. Terwijl ik weet dat ze vol rommel zitten. Hè? Want ondertussen ben ik natuurlijk die sleutel daarvan kwijtgeraakt. En dan begin ik die schuiven te rammelen en te roepen om aandacht. En dan raak ik over mijn toeren en dan begin ik te gooien met dingen. En dat ontspant. Nu ja, op uw werk moogde jij nu beginnen gooien met dingen, hè? Allee, ik mag dat wel, maar de meeste mensen niet. En wat moet je dan doen? Als het allemaal tegenslaat op je job, hè? En je zit daar vol woede en frustratie en je kropt dat op. Dat is niet gezond, hè? Een serieuze vraag. Wie zijn nek en zijn schouders zitten hier allemaal vast? Ja, ja. Je moet daar onmiddellijk iets aan doen. Ook op je werk. Als er zich een stresssituatie voordoet, dan zouden dat onmiddellijk moeten kunnen oplossen. Zelfs al zitten er 2000 debielen op je handen te kijken terwijl dat je aan het werken bent, zouden in staat moeten zijn om dat onmiddellijk los te laten en te relaxen. Allee, kom. Beeld u een keer in. Je zit op uw bureau. Allee, niet op uw bureau, achter uw bureau. En uw computer is kapot. Dus je kunt uw werk niet doen. Je kunt geen spelletjes spelen, stiekem dingen voor anderen bestellen, dating sites bezoeken, chatten, porno kijken. Allee, kom, je kunt niet doen wat je normaal doet op je job. En je voelt die frustratie opbouwen. Die stapel werk wordt hoger, de spanning neemt toe, uw nek blokkeert. En je zit daar in je stoel. Heel je lijf dat begint pijn te doen. En je kunt daar niet weg. Je moet daar blijven zitten. Zoals nu. Je kunt hier niet weg. Je moet hier blijven zitten. En je wilt ook niet weg. Want je hebt godverdomme 25 euro betaald om je te laten ontspannen. Dus je denkt, wat denkt hij wel? Ik ga hier niet weg voordat ze mij ontspannen heeft. En wat ik zal het doen? Ik zal jullie ontspannen. Ik ga hier niet weg voordat ik jullie allemaal ontspannen heb. Dus, laat uw nek en uw hoofd en uw schouders en uw armen hangen. Allee, kom, doe maar mee. Ontspannen. Van achteren ook, kom. En je trekt een lang gezicht. En je zegt, oh, ik ben depressief. Allemaal, oh, ik ben depressief. Ik ga er niets aan doen. Ik ga er niets aan doen. En je recht je rug. Hoofd recht. En je heft je armen op. Kom maar mee. En je doet je armen opzij. En je legt ze in de nek van uw buurman. En je knijpt. En je masseert.
En je zegt, oh, dat doet het. Oh, dat doet het. En je blijft knijpen. Je pakt elkaar maar vast. En je gaat recht staan. Allemaal recht staan. Ja, pak elkaar maar vast. Allemaal recht staan. Ja, pak elkaar maar goed vast. Ja, van achteren ook. Allemaal ontspannen. Ja, maar recht staan. Ja, ja, ja. En geeft uw linkerbeen op. En daarna uw rechterbeen. En nu weer uw linkerbeen. En uw linkerbeen gaat naar rechts. Hier gaan.